fantastisch nieuws. We hebben zojuist gehoord dat de gemeente Scherpenzeel blijft bestaan. De herindeling gaat niet door. En dat is een grote overwinning. Allereerst voor de inwoners van Scherpenzeel, van harte gefeliciteerd. Maar ook voor FVD. We zijn vanaf het begin bezig geweest met dit dossier. We hebben kamervragen gesteld. We zijn naar Scherpenzeel geweest. Onze afdeling in Gelderland heeft zich er keihard voor gemaakt. En ook in andere gemeenten proberen we hetzelfde te bewerkstelligen. We proberen straks ervoor te zorgen dat de gemeente Kuik weer vrij wordt. Dus dat de herindeling daar wordt teruggedraaid. En ook voor de gemeente Haren gaan we aan de slag. We hopen die uit Groningen te kunnen losweken. Dit is voor het FVD een ontzettend belangrijk thema. We gaan hiermee door en dit geeft ontzettend veel hoop. En nogmaals gefeliciteerd Scherpenzeel.